Ik kom hier in een beetje een rommelige kamer. Het lijkt een beetje op een kamer van deel 1. En hier staat iets van een paarse gem op een pedestal. Ik heb weer een cutscene. Hey, over here. Ah, we are nearing the end, my friend. I'm certain the final piece and the way to create the Soul Stone itself are hidden somewhere in this very chamber. Now hurry, find it, go! We are so close, so close! That old goat, always so worried someone would touch his possessions. Oké, ik ben ook in een kamer die heel erg rommelig is. Ik heb een boek gevonden met een of andere vault waar een paarse orb op staat. En dan moet je allemaal diamanten aantikken en dan gaat de vault open als het goed is. Oké. En ik heb schilderijen in met allemaal figuurtjes die ik mee kan pakken. Ja, ik heb hier een soort van gebruiksaanwijzing voor zo'n vault dingetje. Maar... je moet hem ingedrukt houden of zo, tot hij verandert van vorm? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt, maar volgens mij moet ik nu eerst iets van edelstenen achter elkaar aanraken. Ik kan met heel veel verschillende dingen interact in deze kamer. Met echt een hele hoop. Net gaf hij nog licht en nu geeft hij geen licht meer. Trouwens, raak hem weer eens aan, want bij mij, als jij hem aanraakt, dan... Als jij dat ding aanraakt, dan verandert hij bij mij ook van kleur, dus dan begint hij te flikkeren. Moeten we dit dan ons te beurt doen ofzo? Ik heb er nu eentje aangeraakt. Ja, ik moet er... Nou moet ik er iets mee doen, maar wat... weet ik niet. Er is wel een pinnetje uitgekomen, maar daar ken ik niks mee. Dat pinnetje moet ik eruit trekken volgens het boek, maar hoe weet ik niet. Volgens mij mag ik er pas wel mee doen als jij er wat mee gedaan hebt. Of je moet het... 5 keer achter elkaar goed doen dat alle pinnen eruit zijn, dat die dan pas open gaat bij mij. Dat denk ik ook, maar de eerste is elke keer anders. Welke gaat er bij jou branden nu? Nee, ik heb maar 1 bal die gaat branden, meer niet. En kan je op die bal klikken of zo? Nee, ik kan er helemaal niks mee. Volgens mij moet je hem loslaten als hij bij mij aan blijft branden of zo. Ik heb het gevoel dat het in een bepaalde volgorde moet, maar daar kom ik niet echt achter. Wat staat er getekend bij jou in de boek? Ja, gewoon je ziet mijn kluis om het zo te zeggen. En daarna zie ik op een andere afbeelding een soort van pedestal met een kristalletje.
Daarnaast, op de volgende afbeelding zie ik weer mijn kluis met die bal erbovenop. En die geeft dan licht. En die wijst dan naar een afbeelding met een pedestal met een kristalletje erop. Waarmee iemand die kristal aanraakt. En dan staat die aan en dan komt er bij mij een slot vrij. That's it. Ja, precies. Ja, dat is volgens mij exact dezelfde ding als die ik heb. Wat ik alleen wel denk, volgens mij zitten wij in dezelfde kamer. Alleen dan net iets anders, zeg maar. Ja, volgens mij zijn er allemaal dingen die wij hetzelfde moeten krijgen ofzo. Ik heb nu het kristalletje aangeraakt op de bovenverdieping. Staat er bij jou daar ook iets van een kristalletje of niet? Nee, er staat helemaal niks. Alleen maar een zandloper en een platenspeler. That's it. Ja, die is aan het knipperen. Heb je ook heel veel verschillende schilderijen bij jou in de kamer staan? Ja, die moet ik allemaal in een bepaalde volgorde of zo hangen? Dat weet ik niet precies, maar ik heb heel veel verschillende schilderijen. Met allemaal vage dieren erop. Bijvoorbeeld eentje met een slakkenhuis als hoed. Een staart dat zichzelf bijt met een vogelkop. En veren en vacht. Ja, die heb ik. Eentje als een soort kangeroe idee, maar in plaats van een buidel heeft hij een leeuwenkop. En dan ook weer met dezelfde staart als de vorige. Ja, die heb ik ook. Dan eentje net als de vorige, alleen dan heeft hij een slakkenhuis op zijn rug, een blauwe horen en een normale staart. Ja, die heb ik ook. Dan een vogel met twee snavels, eentje links, eentje rechts, een één oog in het midden, een slakkenhuis op zijn rug. Ja, die heb ik ook. Dan denk ik dat wij daar niks mee hoeven te doen, want ik ken ook met geen enkel schilderij interacten. Nou, ik kan alle schilderijen oprapen. En weet je wat interessant is? Er is één schilderij waar iets achter zit. Dus ik denk dat ik die hetzelfde moet hebben als jij. En dat is als je helemaal bovenaan staat aan de trap. En dan meteen tegen de muur aan. Welke hangt daar? Daar hangt een vogel met een slakkenhuis op zijn rug met één snavel. Oké, die heb ik daar nu ook gehangen, maar er is nog niks veranderd. En daar rechts van heb ik een soort van vogel met een kangeroe hoofd. Een staart met een vogelkop wat zichzelf bijt en hij heeft één grote witte vleugel. Ja. Ja. Het kan goed zijn dat ik die op die volgorde ook van de muur af heb gepakt hoor, want ik had alle schilderijen al van de muur af gepakt. Ik denk toch echt dat we iets met die kristallen moeten, maar ik weet niet zo goed hoe dit werkt. Ik hoor soms wel een koekoeksklok afgaan. Doe jij dat? Ja, bij mij is er inderdaad een koekoeksklok die eens in de zoveel tijd afgaat. Heb jij ook vier schilderijen, wat is schilderijen hangen, met vier losse stukken die je individueel rond kan draaien en waar bloemen op staan? Ik kan die niet ronddraaien. Oké, dat is interessant. Heb jij er eentje boven hangen? Ja, ik heb er één boven hangen. Daar is de lichtgroene bloem in het midden gemaakt, als je snapt wat ik bedoel. Bij mij zijn het allemaal rode bloemen. Met groene blaadjes, of course. Ja, maar je hebt één van die bloemen. Heeft lichtgroene bladeren. En de andere allemaal donkergroene bladeren. Oh ja, bij mij ook. Maar als ik hem nou ronddraai, draait hij bij jou dan ook? Nee, in ieder geval boven niet. Nee, oké. Maar dan, bij mij is dan de middelste. Is dan ook met de meest lichtgroene bladeren in het midden. En die op de trap? Op de trap, die is niet symmetrisch bij mij.
Hoe ziet die van linksonder eruit? Helemaal linksonder zit bij mij een rode bloem, zeg maar. Ze zijn allemaal rood bij mij. Ja, maar echt groot, dat je bijna geen blaadjes ziet. Ja, en linksboven? Linksboven, dan zit die grote rode bloem naar het midden toe. Ja, en rechtsboven? Rechtsboven zit die ook naar het midden toe. En rechtsonder? Is die naar rechtsonder. Oké, dan hebben we er als het goed is nog eentje hangen. Klopt, beneden. Ja, inderdaad. Hoe ziet linksonder eruit? Linksonder... daar zit de grote bloem met grote bladen eromheen. Met van die veetjes, als je dan snapt wat ik bedoel. Die zit naar het midden toe. Met veetjes? Ja, het rode van de bloem, dat zijn net 5 veetjes op een rij. Ik denk hem te hebben. Maar die zit naar het midden, zei je, hè? Ja, die zit naar het midden. Oké, en linksboven? Daar zit hij naar linksboven. En rechtsboven? Zit hij naar rechtsboven. En rechtsonder? Zit hij naar het midden. Bij mij is er een schilderij open gegaan. Met een boek erachter. Oh, ik heb een boek. Ik heb de letter E. Ja, bij mij ook. Wat zouden we met dat boek moeten? Ik heb geen idee. Maar ik denk dat wij op die manier allemaal dingen moeten openen. Dus misschien dat jij dan... die schilderijen moeten hangen op de goede plekken voor in vergelijking met mijn kamer. Dat denk ik ook. Laten we helemaal bovenaan beginnen, naast die van de bloemen. Daar heb ik er geen één naast hangen. Oké, goed om te weten. Dan bovenaan de trap hebben we eerst kangeroe met een vogel die zijn staart is, zeg maar, die ze in zijn eigen staart bijt en de ene witte veer. Ja. Als volgende zei je de witte vogel met één snavel. Ja, met een slakkenhuis op zijn rug. Wat is de volgende? De volgende onderaan de trap is een soort van kangeroe met een leeuwenkop als buidel. Een slakkenhuis op zijn kont, een normale staart en een blauwe hoorn. Oké, en wat staat er op de ezel in het midden van de kamer? Daar heb ik niks staan, die is omgegooid. Oké, goed om te weten. Wat heb jij boven de fireplace? Boven de fireplace heb ik dus de vogel met 2 snavels naar links en rechts en een blauwe slakkenhuis op zijn rug. Heb je nog een schilderij op de grond staan, vlakbij die ezel? Ja. Welke is dat? Dat is een kangeroe kop en die heeft een blauwe slakkenhuis als hoed. Met een vogelstaart die zichzelf bijt en een grote witte veer. En vlak bij de deur, wat heb je daar? Daar hangt een schilderij met de tekst Nep Ias. En heb je dan nog ergens een schilderij die we niet hebben gehad? Ik heb dan nog inderdaad 1 schilderij die wij nog niet hebben gehad. Die staat op een ezel tegenover de omgegooide ezel, tegen de muur aan voor een raam. Ik denk dat er nu iets is gebeurd. Ik hoorde inderdaad wat openschuiven, maar zie even niet wat. Oh, ik wel. Achter een van de schilderijen. Op de trap. Ja, een boek met een N. Yup. Dan zijn er volgens mij nog 2 boeken. Ik heb er nog eentje in de koekoeksklok zitten. En dan eentje in die kluis. Ja, ik vraag me af wat je met die koekoeksklok moet. Kan jij iets met die klok? Ja, ik kan hem bedienen. Ik kan de pendulum sneller laten slaan. Oké, en heb je enig idee wat dat dan doet? Heb jij in jouw kamer iets van een koekoeksklok staan of zo? Ja, ik heb een koekoeksklok staan, alleen ik kan daar niks mee, zeg maar. Hij staat bij mij op 9 uur 's avonds of 's middags.
'Sochtends. Heb je aan de rechterkant van de koekoeksklok knoppen zitten of iets van wijzertjes? Oh ja, die had ik nog helemaal niet gezien. Ik kan die alleen niet bedienen. Nee, maar ik kan die wel bedienen. Dus waar staat de bovenste op? Ja, er staan 4 streepjes die bijna naar... daar is het 3e streepje van recht omhoog. Ja, klopt. Bij mij ook. Bij de 2e heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 streepjes. En die gaan van 9 tot 2 uur. Ja, dat heb ik ook. Op welke staat die bij jou? Ja, bij jou is het... Bij mij is het 4e streepje recht omhoog. Ja, maar je hebt geen wijzer of zo van waar die op staat? Nee. Aha. Oké. Okay. En de onderste? De onderste zijn 3 streepjes, waarvan de middelste omhoog staat. Oké, dus jij... Als het goed is, moet jij dan ergens in jouw kamer iets hebben... Dat voor mij dit wachtwoord geeft van dit ding. Maar dan gaat bij mij de koekoekstok over. Oké, maar ik zou echt niet weten wat dat dan zou moeten zijn, zeg maar. Oh. Ik heb hem. Ah. Wat moest je nou doen? Nou, ik ging gewoon even lopen kloten. Ik heb de onderste op het meest linker streepje gezet. De andere 2 recht naar boven toe. En hij ging open. Oké, nice. Oké, ik heb nu 1 lichtgevende ding. Maar ik weet nu niet welke ik nu moet hebben. Oeh, ik heb er nu 2. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb er nu 2. Oké, nu faalde. Ik denk dat ik gewoon geluk moet hebben. Ik denk dat je gewoon inderdaad even de goede volgorde moet vinden. Ja, maar het is dus wel elke keer random. Dat is een beetje het probleem. Ah, dat is naag. Oké. Ah, wacht, misschien snap ik hem. Als jij naar een van die kristallen loopt, dan gaat hij bij mij misschien aan. En als hoe sneller hij bij mij flikkert, dat laat misschien zien of dat een goede kristal is, ja of nee. Aha, oké. Waar moet ik naartoe lopen? Loop er gewoon naar eentje toe. Onderaan de trap. Hij flikkert niet. Naast de ezel. Ook niet. Vlak bij de deur. Hij flikkert, raak maar aan. Yes, that's it, oké. Naast de ezel. Ja, raak deze ook aan. Naast de ezel. Ja. Bij de fireplace? Probeer maar een andere. In de hoek? Nee. Boven? Boven? Ja, raak maar aan. In de hoek? Ja. Nu hebben we er 4. Dan is er nog eentje waarvan ik denk te weten wat ik moet doen. En dat is? In mijn kamer kan ik allemaal objecten oppakken op een andere plek neerzetten. Onder andere een platenspeler, een zandloper, noem het maar op. Allemaal random dingen. Ja? Oké. Ik denk dat ik die op dezelfde plek moet zetten als op jouw kamer. Dus ik loop nu even naar boven toe en dan ga jij mij even vertellen wat er in de kast staat, helemaal rechts onderin.
Oké, ik ben nu boven en in de kast zit eigenlijk alleen maar in de... Want je hebt zeg maar 9 vakken en dan in het middelste, onderste vak, onderin de middelste vak zitten zwarte flessen. En heb jij links van die kast ook nog een vakkenkast staan van 6? Ja, alleen maar rechtsboven boeken. Oké, top, dan is die helemaal leeg. Dan heb je dat bureau ook boven? Ja, daar staat de platenspeler op. Oh, oké, bij mij nu ook. En daar links van zat nog een klein tafeltje. Staat daar nog wat op? Ja, lijkt wel een beetje een soort witte schaal of zo, of ijzeren schaal. Dan ga ik eventjes zoeken naar een schaal. Ja, er zitten 4 van die ijzeren stukken aan, zeg maar. Ja, het is een soort van plaat wat erop legt, of niet? Ja, een plaat met 4 aanhengsels eraan. Ja, die legt er bij mij ook. Dan is boven compleet en lopen wij nu naar beneden. Bij die kluis. Waar ik sta. Onderaan de trap, loopt de trap af. Maar ik gelijk direct links van de trap zat een soort van klein ladekastje. Ja, naast de kluis staat er links een witte wereldbol. Wereldbol. Ik heb ook nog iets gevonden. Ik heb hier een kandelaar waar ik kaarsen aan heb. Oké, dan heb ik nog tegenover de kluis, om het zo te zeggen. Naast het hekje van een lagere verdieping. Een rommelig bureautje. Wat staat daar? Op het rommelige bureautje heb je linksbovenin een scroll. Daarnaast een soort glazen... Ja... Noem het maar iets. Een stolp. Dan ligt er een telescoop op de overdwars op een soort mat op de tafel. En rechts heb je dan een weegschaal. Voor de rest ligt helemaal niks? Nee, dat is exact wat er ligt. Dan lopen wij nu door naar de fireplace. Links naast het schilderij op de fireplace staat de zandloper. En aan de rechterkant van de fireplace? Niks. En links van de fireplace op de stoel? Staat een kubus. Er is wat geopend bij mij. Wat is er geopend dan? Dat probeer ik nu nog te vinden. Ah, er is een kistje geopend boven. Met een boek erin met een S. Ik heb hem ook gevonden en ik denk dat het dezelfde letters zijn als die op het schilderij staan naast de deur. Nep-Ias. Nep-Ias. Ja, bij mij staan de letters in een andere volgorde. Oké. Zullen we die kandelaar proberen nu? Ja, daar kan ik de vuurtjes aan aanzetten. Dus ik weet niet of bij jou vuurtjes aan en uit al staan. Staan? Ja, bij mij staan er inderdaad vuurtjes aan en uit. Ik sta aan de kant waar de lade zit. Ja, ik nu ook. Zou jij willen zeggen tegen mij van links naar rechts of die aan of uit is? Van links naar rechts zijn de eerste 2 staan aan. De derde en de vierde staan uit. De vijfde staat aan. De zesde staat uit. En de zevende staat ook aan. Gelukt. Yay. Nu eens kijken wat we met die boeken moeten doen. Oh, naast de fireplace, rechts onderin de hoek, kun je ze in de kast duwen, die boeken. Oh ja, en ik denk dat je dan het moet aanhouden hoe het bij jou op de schilderij staat. Nee, bij mij in dit geval niet. Moeten we dan niet doen hoe het bij elkaar staat? Dat kan een hele goede optie zijn. Bij mij staat er Espian. Wat staat er bij jou?
Bij mij staat er NEPIAS. Dus N-E-P-I-A-S. Let's go. En nu? Oh, wacht, er is gewoon een deur geopend, lol. In een hele grote